Hallo, ik hoop dat alles goed gaat met jullie en dat je ook de hogere energie nou beetje bij beetje kan beginnen voelen en dat alles weer wat gaat stromen in jouw leven en dat je elke dag het beste en het meeste en het goede mag gaan ervaren. Vandaag in deze video wil ik het met jou hebben over de vraag van hoe komt het dat seksuele dus de fysieke aantrekking voornamelijk verdwijnt na verloop van tijd. Nu, om die vraag te beantwoorden, eigenlijk is het antwoord tweeledig. Eerst is het belangrijk om te gaan kijken van wat is het nut van de relatie? Wat is de reden dat jij samen bent met die persoon? En wat is de reden dat die, wat speelt die, wat is de rol van de fysieke aantrekking? Wat was de bedoeling ervan? Vaak is het zo dat we fysieke aantrekking voelen voor mensen waar dat we inderdaad een bepaalde zielsafspraak mee hebben. Een bepaalde verbinding, connectie, maar met als doel om iets te leren van elkaar. Dat kan zijn dat je door een eenmalige seksueel contact lichtcodes bij elkaar overbrengt en activeert en dat je daardoor elkaar nadien nooit meer ziet. Dat zijn dan, laten we zeggen, de one-night stands en such. Waarmee ik niet wil zeggen dat het nu oké is om gewoon elke keer, elke avond met iemand anders naar bed te gaan. Dat is natuurlijk jouw vrije keuze, maar vanuit energetisch oogpunt en zielspunt niet de beste keuze. Maar dus dat kan één van de redenen zijn. Waardoor dat, wanneer je ook al in langdurige relaties bent, zelfs in huwelijken, waar je plots gaat merken dat in eerste instantie de fysieke aantrekking verandert, verdwijnt. En dan ga je merken dat zijn de momenten waarop dat je dan vaker ook veel meer de nadelen of de hebbelijkheden van je partner gaat gaan opmerken. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dan moeten we dat leren aanvaarden en dan moeten we dat leren mee leven en whatever, ja. Maar wat als niet de bedoeling is dat jullie samen blijven? Dus dat die fysieke aantrekking er enkel en alleen maar was om jullie samen te brengen, om een aantal lessen te leren en van zodra dat de lessen geleerd worden, om elkaar eigenlijk weer los te laten. En dat is het punt waarop je merkt, en dat het grootste verschil is met zielsconnecties, zoals bijvoorbeeld tweelingvlammen, tweelingzielen. Of high soulmates, dus hoogvibrerende soulmates. Dat is dat eigenlijk de fysieke aantrekking is eigenlijk de basis waarop dat die relatie is ontstaan. Waardoor dat de mentale en emotionele verbinding, die kan er wel zijn, maar die zal nooit krachtig genoeg zijn om al de obstakels die dan op jullie pad komen, nadien nog te doorstaan. En dan ga je zien dat mensen eigenlijk op den duur gewoon meer en meer als man, niet als man en vrouw, maar als broer en zus als het ware, of als gewoon goede vrienden naast elkaar gaan leven. En dat er is misschien wel nog seks en zo, maar niet meer in dezelfde intensiteit en niet meer met dezelfde passie als helemaal in het begin. En dan hoor ik je al zeggen van ja, dat is verschil tussen verliefdheid en liefde. Nee, dat klopt niet. Dat heeft dus te maken met het feit dat op een bepaald punt een relatie zijn nut heeft gehad. En natuurlijk, wanneer dat gaat over vriendschappen, dan is dat gemakkelijker om mensen los te laten en gewoon verder te gaan met je leven. En dan weet je wel dat er weer nieuwe vrienden op je pad gaan komen. Maar wanneer dat gaat over een huwelijkspartner bijvoorbeeld, of gewoon zelfs over langdurige relaties, dan zijn er daar nog zoveel taboes rond dat mensen gaan zeggen van ja, maar je moet aan jezelf gaan werken. En ja, je moet dit. En ja, je moet dat. Maar wat als je daarmee eigenlijk jezelf en je eigen geluk maar verder blijft uitstellen? Dus ook hier houd er rekening mee. Kijk van, oké, wat wordt er mij getoond? En voor iedereen is dat natuurlijk anders en voor iedereen zijn er andere lessen mee verbonden. Maar soms is de les gewoon een relatie loslaten in vrede en harmonie en elk je eigen weg verder gaan. En als jij dan vanuit bepaalde overtuigingen, vanuit wat de maatschappij van jou verwacht, bij iemand blijft, dan ga je dat automatisch eigenlijk je eigen zielsgroei gaan uitstaan, want je leert de les niet om iemand los te laten. Een ander stuk is wanneer dat de seksuele aantrekking verdwijnt, dat heeft te maken met de mannelijke en de vrouwelijke energie.
En ook niet vaak ook weer dat ook weer verbonden is met de lessen die je moet leren. Logisch. Maar dus, het is belangrijk, zowel in homoseksuele als niet-homoseksuele, ik heb zelfs geen idee hoe je dat noemt, maar dus in elke romantische relatie, waarbij dat er ook een seksuele intimiteit en zo zijn, is belangrijk dat er altijd één pool is die meer de vrouwelijke energie belichaamt en een andere pool die veel meer de mannelijke energie belichaamt. Wanneer dat je allebei in je mannelijke energie gaat gaan zitten, dan verdwijnt die fysieke aantrekking en dan zijn je eigenlijk twee kanten van dezelfde pool, waardoor je eigenlijk elkaar afstoot. En op die momenten ga je zien dat in relaties dat mensen dan uit elkaar gaan groeien. En dan gaan ze eigenlijk dat genot en die passie en die emotionele vervulling gaan zoeken bij anderen. In plaats om te gaan kijken wat er gaande is in het proces en het patroon in hun eigen relatie. Dus ook hier is het belangrijk om dan te gaan kijken van oké, wat is mijn natuurlijke kern? Wat voelt voor mij het meeste natuurlijke aan? Is dat eerder de vrouwelijke energie? Bijvoorbeeld, persoonlijk ben ik zelf eerder de vrouwelijke energie. Maar door mijn verleden, door bij de politie te werken bijvoorbeeld, door het huwelijk waar ik in zat, werd ik onbewust gepusht om in die mannelijke energie te gaan stappen. En natuurlijk kan ik in die mannelijke energie stappen, maar wat heb ik ook geleerd, en dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk ook die burn-out had, dat wanneer dat constant, voortdurend, enkel alleen maar in mijn mannelijke energie zit, dat dat mij uitput. Dus dat is wat ik nu het verschil ervaar met mijn tweelingvlam, die van nature uit veel meer mannelijke energie. Dat zijn natuurlijke energie. En laat ons zeggen dat hij meestal met 90% daarin zit. En ik meestal in mijn vrouwelijke energie. Zeker wanneer dat gaat in onze connectie. Niet zozeer in onze bedrijven, maar wel in onze connectie. Dan vullen wij elkaar aan. Versterken we elkaar eigenlijk. Maar als ik constant zou moeten gevraagd worden om in onze relatie, in onze connectie, in die mannelijke energie te gaan zitten, dan is dat niet alleen nefast voor zijn energie, ook voor mijn energie, want we worden allebei uitgeput. Dus stel jezelf de vraag van, wat is mijn natuurlijke energie? Ben ik van nature uit veel intuïtiever? Ben ik veel meer dat ik op die flow had gezet, in die ontvangende energie? En let op, vrouwelijke energie heeft niks te maken met geslacht. Dus je kan bijvoorbeeld als man perfect de vrouwelijke energie als natuurlijke energie dragen. Mijn zus bijvoorbeeld, of een van mijn zussen, die heeft eigenlijk van nature veel meer de mannelijke energie. Dus automatisch, wanneer dat zij bijvoorbeeld partners zou aantrekken, die veel meer ook in de mannelijke energie zitten, dan gaat dat ook gaan botsen. Dat heeft zij bijvoorbeeld ervaren met mijn tweelingvlam in hun contact. Want ze zaten allebei in de mannelijke energie en dat botste natuurlijk constant. Omgekeerd, wanneer dat zij bijvoorbeeld dan een partner zou aantrekken, of bijvoorbeeld ik een partner, als ik iemand aantrek die in mijn. Nee, ik ga het anders uitleggen. Als ik in mijn mannelijke energie zit, omdat ik bezig ben in mijn bedrijf, met mijn onderneming, dan merk ik dat dat een aantrekking is voor de meer mannen die in hun vrouwelijke energie zitten. Omdat ze in dat stuk daar die mannelijke energie gaan voelen. En dat is hetgeen wat ook vroeger gebeurde. Ik trekte altijd op een of andere manier de meer vrouwelijke mannen aan. En dat zijn niet de beta's of de alfa's, daar heeft dat niks mee te maken. Maar dat zijn wel degenen die veel meer de controle en de leiding overlaten aan de vrouw. En tot op een bepaalde punt, een bepaalde grens vind ik dat leuk. Maar op den duur zitten we weer in hetzelfde cyclus dat mij heel hard uitput. Dus ook hier ga gaan kijken van als je merkt inderdaad in jouw relatie die seksuele fysieke aantrekking gaat gaan verdwijnen na een tijd. Stel jezelf dan de vraag van, is het omdat ik bepaalde lessen geleerd heb en dat dat de reden is dat wij elkaar gewoon mogen loslaten? Of is dat wel een diepe zielsconnectie, maar zitten we allebei in verkeerde energieën? Of stoot je elkaar af doordat je allebei in de mannelijke energie zit of allebei in de vrouwelijke energie, want dat werkt natuurlijk ook niet. Dus dat is een heel belangrijke. Een ander punt, of een andere vraag dat ik regelmatig hoor, en dat heeft eigenlijk ook te maken met die mannelijke en die vrouwelijke energieën, omdat veel meer relaties gaan nu op die manier ook veel meer weer gaan vormgegeven worden, en dus eigenlijk vanuit die onvoorwaardelijke liefde, vanuit die eenheid,
Maar daarvoor is het belangrijk om eerst eenheid in jezelf aan te brengen. Dus te weten van wat is mijn eigen natuurlijke energie, mannelijk of vrouwelijk. En hoe heb ik geleerd om mijn eigen energieën te leren met elkaar samenwerken? Werkt mijn vrouwelijke energie samen met mijn mannelijke energie? Of vertrouwt ze mijn eigen mannelijke energie niet? Want als dat zo is, dan ga je ook de mannelijke energie van anderen niet gaan vertrouwen. Niet in partners, maar ook niet van ouders, van leiders, bazen of wat dan ook. Dus, en daaraan gekoppeld krijg ik vaak de vraag van vrouwen in relaties, of die aan het begin van een prille relatie staan, of in een tweelingvlam of tweelingzielconnectie staan. En dan stellen ze mij de vraag van, ja, soms duurt het dagen of uren vooraleer dat hij of zij, dat kan eigenlijk ook zijn, maar dat is eigenlijk de mannelijke energie, mij antwoordt. Is dat omdat hij met mij een spel speelt? Is dat dan het ghosting, zoals hij veel dingen over vindt op internet? En kan ik dat dan wel vertrouwen? Moet ik dan zelf opnieuw weer nog een bericht sturen? Of moet ik het gewoon loslaten? Nu, ik moet zeggen, wanneer dat gebeurt en je bent zeker dat je met iemand in connectie bent, die bijvoorbeeld jouw tweelingvlam is, of eigenlijk jouw een divine masculine is, ik zou het zo zeggen, dat eigenlijk iemand is die de mannelijke energie in zich draagt, weet dan dat dat eigenlijk iets typisch is voor het ganse tweelingvlamverhaal, het ganse zielconnectieverhaal. Want op dat moment is het vaak zo dat je bijvoorbeeld een vraag gesteld hebt of iets gezegd hebt en dan eigenlijk die andere persoon die ziel getriggerd hebt. Natuurlijk gaan ze dat niet zeggen en natuurlijk zijn ze daar zelfs niet altijd bewust over. Want tegelijkertijd door dat gedrag te stellen, dan leren ze jou om enerzijds geduld te hebben, anderzijds te vertrouwen en in je vrouwelijke energie van ontvangen te gaan stappen. Dus wanneer dat gebeurt, blijf altijd dicht bij jezelf en ga niet gaan najagen. Want als je constant daar zit en constant berichten blijft sturen en boos wordt en aantijgingen en beschuldigingen en wat dan allemaal stuurt, dan zorg je er enkel maar alleen voor dat de afstand groter wordt. Dus dan ga je zeker niet iemand dichter of geen antwoord teweeg brengen. Dus vaak gebeurt dat ook omdat ze moeten nadenken, omdat je iets gezegd hebt of omdat iets gebeurd is die dus bij hen iets teweeggebracht heeft, waardoor dat ze dat moeten gaan verwerken en gaan doorheen gaan. Dus ook hier, als iemand niet onmiddellijk antwoordt op een bericht, dat zegt niets over wie dat jij bent. En dat zegt ook niks over hoe dat zij in een connectie of in jullie relatie staan. Naarmate dat je dan verder op het pad loopt en dat je elkaar ook beter gaat gaan kennen, en zeker bij tweelingvlammen, als de energieën wat meer gaan beginnen uitgeleend worden, en zeker als je dan eenheid in jezelf gecreëerd hebt, dan ga je merken dat ook communicatie veel eenvoudiger en veel gemakkelijker verloopt. Dat er daar ook veel meer consistentie in komt. Maar tegelijkertijd ook hier, dan ga je ook weten dat het eigenlijk niet nodig is om de anderen voortdurend onmiddellijk te antwoorden of om elke dag een bericht te horen of wat dan ook. Omdat je weet via de zielsconnectie en via de energetische verbinding dat er is, dan weet je hoe dat het met de ander gesteld is. Ik weet dat is iets heel nieuws, dat is iets heel anders dan wat de heel veel relatiecoaches en liefdescoaches en whatever dat je het ook allemaal moet noemen, gaan vertellen. En dat is een van de redenen waarom dat ik tot nu toe nog heel weinig video's daarover gemaakt heb. Omdat het eigenlijk, of dat je nu het pad van een tweelingvlam loopt, of tweelingziel, of je zit in een soulmate-relatie, of zelfs in karmische relaties, het gaat altijd en enkel alleen maar over jouw eigen proces. Alle problemen die je ervaart, en gelijk welke relatie of connectie ook, die hebben te maken met je eigen schaduwen en met de eigen lessen die jij hoeft en mag leren. Dat is ook de reden waarom dat ik mijn klanten leer aan zichzelf werken. Dat ik leer wie dat ze eigenlijk zijn. En dat ik tools aanreik en boodschappen channel die hen daarbij verder helpen. Want wanneer dat je weet wie dat je bent, wanneer dat je weet wat je nodig hebt, wanneer dat je je waarde kent, wanneer dat je genoeg en voldoende zelfvertrouwen hebt, dan ga je automatisch in die energie en in die kracht staan die
de juiste partner gaat gaan aantrekken. En dat hoef je niet te weten op voorhand van de reader of wat dan ook. Of dat die persoon een karmische relatie is, of een soulmate, of een tweelingvlam. Je gaat het gewoon weten. En hoe meer je je authentieke zelf voort, hoe meer je je eigen energie gaat gaan neerzetten. En je niet constant gaat gaan aanpassen. Uit de hoop dat ze jou leuker gaan vinden. Of gaan, willen gaan daten met jou. Hoe magnetischer dat jij wordt voor jouw uitverkorene, voor jouw ene ware partner, voor jouw tweelingvlam of je tweelingziel of de soulmate die voor jou voorbestemd is. Dus kijk eens voor jezelf. Eén, welke energie dat jij van nature draagt. Hoe dat dat zich dan vormgeeft in jouw relaties tot nu toe. En heel alle angsten die daarmee en daardoor naar boven komen. Kijk alles aan. Schaduwen, wonden, overtuigingen. Ja, ik kan het niet genoeg zeggen, maar gewoon investeer in jezelf, werk aan jezelf, leg je energie, je tijd en geef de liefde die je wil geven aan iemand anders, geef die eerst aan jezelf. En dan, wanneer je die liefde aan jezelf gegeven hebt, dan gaat dat automatisch teruggespiegeld worden via een andere ziel. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Maar ik weet het, wij houden het graag lastig en moeilijk en whatever. Zo, dat was het voor vandaag. Ik ben eventjes aan het kijken naar al de vragen die ik je nog opgeschreven heb. De komende week komt er nog een video rond een hele leuke vraag eigenlijk ook, die iemand gesteld heeft van iemand dat ze ergens anders gehoord had van oogcontact is belangrijk en noodzakelijk bij orgasme. En ik ga je zeggen waarom dat niet het geval is. Maar, dat is in de volgende. Daag!